Deze week was er weer nachtvorst. Weet je wat dat betekent, nachtvorst, op mij? Dat iedereen mij eraan herinnert dat ik hier ooit gezeten heb bij de Wereld Draait Door over de Elfstedentocht. Klopt. Zegt iedereen weer van, ja, wanneer ga je weer aan tafel zitten? Nou, ik zit er. Ja. En, Je hebt gelijk, meestal als het een paar dagen vriest... Nee. En de redactie is al daarvoor al. Als het dreigt te gaan vriezen, dan word ik al gebeld. Word je al gebeld? Leuk, maar ja, nee, keer, die traditie hebben wij hoog te houden. Maar deze keer werd ik wel gevraagd, maar het ging niet over de Elfstedentocht. Maar ik ben zelf ook een klein beetje optimistisch. Dus als ik het ergens kan gebruiken, gebruik ik het ook altijd wel weer ergens. En ik had afgelopen maandag, bij de nieuwsbuffet, mag ik een half uurtje over sport praten. En toen mocht ik Sven Kramer even bellen. En dat ging even over de marathon. Dus wat hij vorige week een marathon gereden heeft, hij hartstikke leuk gedaan. Over zijn liefde voor de marathon. En dan kon ik het zelf eigenlijk ook niet laten om eventjes die Elfstedentocht aan te stippen. En ik wil altijd een antwoord krijgen wat bevredigend is. Dus ik heb liefde voor de Elfstedentocht. Dus ik dacht bij mezelf, ik ga hem heel concreet een vraag stellen. Ik zeg 15 januari 2018. De Elfstedentocht komt. Piet Paulusma heeft eindelijk eens een keertje gelijk. Hij komt. Ja. Ga je meedoen? Wat denk je wat hij zei? Dat is vlak voor de... De maand voor de Olympische Spelen. Hij zei ja. Hij zei nee. Hij zei nee. Nee. En daar begreep ik helemaal niks van. Dus ik was een beetje verbouwereerd. En dan zit ik toch op weg naar huis daarna weer. En ik denk, van, dan heb ik eigenlijk die Elfstedentocht heb ik dan in mijn hoofd zitten. En ik weet je, ik ga eventjes bij Reinier langs. Even een kop koffie drinken bij Reinier. Reinier Paping. Ja, sorry. Ja. Rustig aan. Reinier Paping, natuurlijk de man die in 63 de meest heroïsche Elfstedentocht ooit gewonnen heeft. Ja. En ik ging bij hem een kop koffie drinken. En mooi, dat is altijd heel leuk. Hè? Dan ga ik even plakboeken kijken. Over 63. Het was echt een hele fitte gozer toen tijd. Echt heel mooi. Al die boeken heeft hij nog. En daar kan hij hem heel mooi over vertellen. En ik was met hem aan het praten. En toen dus vertelde ik hem ook van, nou, weet je wat Sven zei? En toen vertelde ik dus dat Sven een maand voor de Elfstedentocht... De Elfstedentocht niet, of de maand voor de, ja, voor de Olympische Spelen... Ja. De Elfstedentocht niet zou gaan rijden. En ik dacht bij mezelf, weet je, wij moeten iets doen. We moeten Sven overhalen... dat hij niet zulke rare dingen moet gaan roepen op de radio. Okay, dus? Ik denk van, de één iemand naar wie Sven wel zou moeten luisteren... ik denk, Reinier Paping. Dus ik denk, weet je, ik heb een telefoon gepakt. En dit is dan speciaal voor Sven. Hé, hey Sven. Ja? Je moet die hele steden rijden als die komt. Ja? Want dat zou je laten... zou je er ontzettend spijt van hebben... dat je hem niet hebt gereden toen. Want... dat zit waarschijnlijk zoveel jaren tussen. Dan ben je misschien de volgende. Dan ben je misschien een opa van je kleinkinderen. Nou, Sven, hoe is het? Ja. Aan tafel.